Hoi en welkom bij de eerste Halloween video van dit jaar. Dat vind ik leuk. Valt het op? Ik hou van Halloween, ik ben gek op Halloween. Maak je geen zorgen als je niet van Halloween houdt. Hoewel, wat doe je dan bij een schedelfilmpje? Dit is niet een casual make-up inderdaad. In ieder geval, als je niet van Halloween tutorials houdt, ik ga hoe dan ook nog wel beauty looks doen. Maar één keer in de week minimaal komt er een Halloween tutorial online. En dit is de eerste van dit jaar. Ik dacht, laat ik eens een keer een interpretatie doen van mijn ziel. Dat was I Kid You Not serieus mijn inspiratie hiervoor. Dus uiteraard komen we uit met een paarse schedel. Want dat is gewoon serieus. Dat is mijn favoriete ding des levens. Deze hele make-up look was een beetje een hele leuke journey experiment. Ik hou ervan om dit soort dingen te doen. Weet je wel, je begint ergens met een vaag idee. En je smeert het erop. En ik wil serieus boodschappen doen. Maar ik heb geen boodschappen te doen. Ik moet een reden verzinnen om hiermee naar buiten te gaan. Ja, voor nu in ieder geval laten we het er eerst eventjes op gaan smeren. Ik begin eventjes met gewoon een laagje foundation. Daar gaan we verder niet te moeilijk over doen. Ondertussen eventjes mijn hele bureau recht zetten. Ik ga geen concealer doen of wat dan ook. Echt alleen maar foundation en poeder. Want het wordt eigenlijk alleen maar een basis voor de paint. Dus ja, weet je wel. Je kan wel een complete flawless basis doen met contour en alles. Maar je gaat er uiteindelijk niet heel veel meer van terugzien. Dus dat is een dikkeltje tijdverspilling. Zie je het als een soort primer voor de face paint. Dit is trouwens zo'n opmerking waarvan ik misschien het eerder had moeten zeggen. Maar ik raad je trouwens ook aan om, weet je wel, een opbouwbare foundation te nemen. Of een BB cream die niet super dekkend is. Zodat je juist nog wat gewoon contour van je eigen gezicht erheen hebt. En een beetje kleur van je eigen gezicht. Niet te low coverage. Ik zou wel iets doen dat je gezicht erop gemaakt uitziet. En dat je een laagje hebt tussen de oogschaduw die we dadelijk gaan gebruiken als face paint en je daadwerkelijke huid. Maar ik zou geen super full covers laag doen, want ik weet niet, dat vind ik niet bij de look passen. Het idee is dat je je blote huid zo gezegd hebt. En je daar eigenlijk, ja, weet je wel, het effect een beetje doorheen ziet. Is de bedoeling dat die illusie wordt. Dan, wat ik eerst ga doen is met een, welke kwast zal ik nemen? Ja, ik neem een... Dat was niet de kwast die ik wilde pakken. Technische problemen. Oké, we zijn uit de technische problemen. Ik ga een kwastje pakken die er zo uitziet. Dun en een beetje afgerond, zodat ik mooi lijntjes en cirkels kan maken. En ik ga een oogschaduw gebruiken. Je kan iedere oogschaduw gebruiken die je wil natuurlijk. Wat ik gebruik staat er onder het filmpje aangegeven. En ik begin gelijk met zwart. Als je wat onzekerder bent, begin met grijs, makkelijker te verwijderen en te bedekken met foundation als je verkeerd gaat. En dan ga ik eigenlijk gewoon de oogkasgaten maken. Ik doe ze ietsje hoger dan ik normaal zou doen, gewoon om, heel lullig gezegd, van mijn wenkbrauwen af te zijn. En op deze manier kan je je wenkbrauw gelijk ook als een soort guideline gebruiken. En omdat dit kastje afgerond is, heb je gelijk een ronde zijkant in plaats van dat je een hele rechte hoek hebt. Eigenlijk kan je een beetje wel voelen waar je oogkas zit. Ik voel hier bijvoorbeeld de rand van mijn schedel. Dat klinkt altijd zo eng, maar het is gewoon een anatomisch feit natuurlijk. In ieder geval, dus die lijn volg ik tot ongeveer de helft. En daarna laat ik het eventjes met rust, want daarna wil ik het namelijk uit gaan veden naar de buitenkant. Maar zorg wel eventjes eerst dat deze lijn hier gewoon goed strak is. Oké, dan hebben we dit zo ongeveer een hele maffe, het lijkt wel een soort van ouderwetse vliegeniersbril, maar dan zonder meer detail. Maf. Anyway, ik ga nu naar een klein blendkwastje. Daarmee ga ik eerst eventjes de rand hiervan alvast wat uitblenden. Het kan een beetje lastig zijn zonder extra product. Het gaat er ook niet om dat dit perfect geblend is, maar meer dat het alvast ietsje uitgeblend is. Zodat dadelijk de volgende stap wat makkelijker wordt qua verder blenden. Tussendoor trouwens, ik ga hier met paars aanwerken, want ik hou van paars. Maar als jij nou het gevoel hebt dat jouw ziel, of wat je dan ook als inspiratie voor dit soort looks gebruikt, meer een andere kleur is, als een andere kleur je beter staat, dan weet je wel. Het makkelijke is, zwart is zwart. En welke kleur je daarna als tweede kleur als blendkleur aanbrengt, dat maakt in feite geen reet uit.
Je kan paars nemen net als ik, je kan groen nemen, blauw nemen, whatever, het maakt niet uit. Het geldt eigenlijk wel voor iedere look natuurlijk, je kan het altijd aanpassen aan je eigen voorkeuren. Oh, zorg trouwens wel dat je ook onder het oog alleen maar naar boven toe blendt en niet je schedel, weet je wel, naar buiten toe uitblendt. Echt alleen maar naar binnen toe. Oké, nou hebben we intussen dit resultaat. Nu is het tijd om met hetzelfde kwastje in een paarse kleur te gaan. En daarmee verder te blenden. Zorg ook dat je hiermee niet over die rand heen gaat natuurlijk. En eigenlijk gaan we de hele schedel op dezezelfde manier doen. Dat was hoe wil ik paars pakken en doop ik vervolgens mijn kwast in zwart. Talent, dat is het. Anyway, ja. Eigenlijk gaan we de hele schedel op deze manier doen. Het meest ingewikkelde wat we nog te doen hebben in feite is de mond. Die is altijd leuk bij een schedel qua detail. Maar qua het uitveden was dit gewoon echt... Ja, wilde ik hiermee beginnen, want dit is wel de makkelijkste manier om te laten zien wat voor effect ik nou eigenlijk wil. Dus echt dat je in het midden van het gezicht hebt dat... Weet je wel, het meest zichtbaar is en naar de buitenkant er steeds meer uitveed tot je het gewoon niet meer ziet. Probeer trouwens ook te zorgen, obviously, dat je zo min mogelijk fallout hebt. Ik tik iedere keer mijn kwastje echt goed af voordat ik verder ga. Want als je dat niet doet, dan heb je uiteindelijk inevitably het effect dat je waarschijnlijk, weet je wel, niet echt meer het contrast ziet. Een beetje fallout maakt niet uit. Misschien dat ik het later nog wat meer viezig eruit... Viezig. Kon ik dat echt niet leuker laten klinken? Hou je mondtelefoon. Je snapt mijn punt. Misschien dat ik later nog zorg dat het er wat minder netjes uit gaat zien. Mijn huid, maar dat zie ik later wel. Weet je, je kan beter wat wel betreft wat meer netjes beginnen en het dan wat minder netjes maken dan andersom. Want dat loopt meestal wat minder goed af. Maar in ieder geval hebben we dan zo net dit effect. En dan wil ik eigenlijk op mijn ooglid een ander kleurtje paars. Dus ik ga een paars pakken met een ander oogschaduwkwastje. Want anders dan weet ik vrij zeker dat alles glitter op die andere kwast komt. Ik ga een paars gebruiken. Nou ja, eigenlijk... Ja, ik ga een zwart gebruiken met paarse glitter. Als je dit niet hebt, meng gewoon twee kleuren oogschaduw. Kan ook altijd. Want ik wil het ooglid toch behoorlijk donker hebben. Maar dan wel met die glitter, dus ik breng deze zo aan. Mocht je het niet doorhebben, ja, ik verzin dit serieuze plekken. En dan met dat, nee, niet met dat blendkwastje, want ik ben echt bang dat ik hem dan verpest. En ga ik in een roze-paarse glitter. En daarmee dat uitblenden. En vervolgens beseffen dat ik hier een veeshedel heb liggen, ik mijn kwast altijd af kan vegen. En dus beter gewoon toch het blendkwastje kan gebruiken voor het blenden, omdat dat voor blenden verrassend genoeg beter werkt. Make-up, het is een experiment af en toe. In ieder geval blend ik dit dus over mijn ooglid heen, zodat we dit resultaat hebben. Vervolgens grote fluffy blender en daarmee ga ik eventjes over die buitenkant hierheen om te zorgen dat die wat zachter wordt. Want ik wil geen harde lijnen. En dan ook eventjes een zwart oogpotlood opsnorren. Die was ik helemaal vergeten, maar is wel handig om erbij te hebben. En daarmee mijn waterlijn zwart maken. Ik weet niet, ik heb het idee dat dat meer intens staat dan als ik die licht zou laten. Zoiets als dit. Dan om eventjes een volgorde van moeilijkheid te blijven gaan, gaan we gelijk door naar de mond. Dan ga ik een eyeliner, ik ga een dunner eyeliner kwastje daarvoor gebruiken trouwens. Waar ben je? Oh, daar ben je. Precies waar die hoort te zijn. Oké, goed. In ieder geval, hierbij is het handig om te kijken waar je jukbeen zit. Want het is namelijk zo dat daar namelijk de rest in verdwijnt en zo. Ik maak wel een beetje een artist interpretation, zullen we maar zeggen. Zorg dat je die buitenkant niet te donker maakt, zodat je hem nog uit kan veden zo. En dit doe ik eerst met een eyeliner kwastje in plaats van met die andere, gewoon omdat ik hier wat minder zeker in ben. Dus ik schets het in feite eerst uit voordat ik het officiële doe. Nou, ik denk dat we zo wel het goed hebben.
Ietsje hoger. We gaan dit naar beneden toe blenden. Dus als je lager begint dan dat goed is. Geeft het in feite niet zo heel veel. Zoiets als dat. Krijgen we hier zo de tanden. En dan de onderkaak. Kaaklijn en dan verdwijnt dat daarheen. Zo dat. En dan kunnen we vervolgens de rest daarvan in gaan vullen. Ik ben trouwens ook geen tandarts, ik ben postbezorger. Ergo, verwacht niet van me dat ik letterlijk precies weet hoe alles zit, oké? Sterker nog, ik denk dat we een andere fade gaan doen. Ik denk dat we dit juist aan de buitenkant donkers gaan doen en dan aan de binnenkant in laten faden. Want dat is namelijk makkelijker, omdat ik mijn lippen gewoon met lipstick wil doen. Ja, dat ga ik doen. Dus we houden het tot hier en dan ga ik even de andere kant nu doen. Even de tandwortels nog. Naar boven en beneden trekken. Hoe heb ik op één kant van mijn gezicht meer tanden dan op de andere kant? Oké. Ja, ik ben azijnzuikerig genoeg om dat inderdaad een probleem te vinden anders. Anyway, dat hebben we nou. Dus dan ga ik eventjes terug naar... Ik heb serieus een heel bureau vol zooi liggen nu. Naar deze kwast. En om te beginnen dit natuurlijk naar binnen toe blenden. En met deze kwast, juist door de vorm ervan, kan je ook gewoon zorgen dat je... Ja, weet je wel, die lijn mooi strak maakt. Dit is trouwens specifiek de Short Shadow Brush van Exo Beauty. Maar goed, ik liet net zien hoe die eruit ziet. Als je geen zin of tijd hebt om uit Nieuw-Zeeland nog eventjes snel een kwast te bestellen. Dan kan je natuurlijk ook een kwast kiezen die erop lijkt. Belangrijkste is plat, pakt veel product op en heeft net die ronding. Zodat je mooi die ja, bijna organische lijnen kan maken. Een schedel is tenslotte niet recht in hoeken. Rechte in hoeken, recht in hoeken. Het is geen wiskundig voorwerp. Wiskunde, dat is pas echt eng. Serieus, dat is heel wat anders. Even tussendoor. Ik weet niet hoe we daar random komen op het onderwerp wiskunde. Dit is hoe mijn leven gaat. Dit is hoe mijn hersenen werken. Maar serieus, wiskunde. Snappen jullie wiskunde? Ik heb nooit wiskunde gesnapt, want ik had altijd namelijk het gevoel dat het wel heel logisch was. Maar dan wel logica van een andere planeet of zo. En dan zelfs als je het antwoordenboek bekeek, dan had je echt zoiets bij formules van... Oké, maar hoe kom je dan aan dat getal? Is dat een standaard getal? Hoe kom je aan dat getal? Huh? Ik snapte er nooit ene reet van. Daarom ben ik ook make-up artist geworden en geen wiskundige. Serieus, als je mij laat berekenen hoe een gebouw kan blijven staan en alles... dan weet je vrij zeker dat ieder gebouw wat gebouwd wordt instort. Maar goed, in ieder geval. Ja. Heeft niks met de make-up te maken. Maar wel met enge dingen, serieus, wiskunde. Ergste middelbare schoolherinnering. Wiskunde op serieus, I kid you not, vrijdagmiddag en iedereen was al klaar. En alleen onze klas had dan nog serieus echt gewoon het allerlaatste uur dat bijna niemand nog les had, hadden wij wiskunde. En dan zat je op de klok te kijken. Weer een minuut voorbij. Halve minuut voorbij. Nog een kwart minuut voorbij. We zullen hier voor het einde der tijden niet wegkomen. Dat gevoel uiteindelijk echt. Ja, hoe dan ook. Schedels zijn een stuk gezelliger. Midden van die gaten wordt trouwens weer eventjes paars. Geklaag over wiskunde terzijde. Serieus, waarom klaag ik überhaupt over wiskunde? Ik ben 28 jaar oud. Het is niet alsof ik nog op school zit. De nieuwe generatie mag nu lijden onder de wiskunde. Terwijl je wiskunde leuk vindt natuurlijk. Die mensen hebben we ook nodig in de wereld, absoluut. Ja. Maar echt, ik snapte er nooit ene drol van. Serieus, in de middeleeuwen dachten ze dat wiskunde... Weet je, magie van de duivel was en alles. Ja, weet je wel. Ik ben nooit veel verder gekomen dan dat punt, vrees ik. Want ik snap er ook nog steeds geen ene hol van. Oké, ik realiseer me net. Ja, ik drink koffie met een rietje, want dat is beter voor je tanden. Dat mijn interpretatie van mijn ziel enigszins lijkt op mijn koffie... nadat ik er per ongeluk paarse glitter in heb gegooid. Interessant. Hoe dan ook, maffe conclusies over koffie versus dingen terzijde.
Ik ga eventjes die buitenlijn hier zo naar beneden blenden. Want dat past meer bij het schedelthema. En ik wilde dit juist aan de buitenkant donker hebben, niet aan de binnenkant. Dus om bij dat thema te blijven moet je dat dan wel goed doorvoeren, zeg maar. Ik zorg even dat die lijn mooi zwart doorloopt. Alvast het naar beneden trekken, dat gaat wat makkelijker dan als je dat helemaal hiermee doet. En dan vervolgens blenden. Ik ga hier niet specifiek nog heel veel paars aan toevoegen, want ik ben bang dat het dan te donker wordt. En ik wil het echt een beetje zacht geblend hebben. Dus ik ga van blendkwast naar blendkwast. En dan laten we het zo. Anyway, dan vervolgens door met de mond. Te beginnen ga ik de ruimte tussen de tanden inhullen met zwart. Ik ga de ruimte tussen de tanden invullen met zwart, mocht dat niet verstaanbaar zijn geweest. Oh, trouwens, nou toch dat we een middelbare school hebben. Ik heb het idee dat we goed linken met deze tutorial. Wat voor type waren jullie op de middelbare school? En wat voor type denken jullie dat ik was op de middelbare school? Oké, een van mijn kijkers, daar ben ik al vriendinnen mee sinds de middelbare school. Als je dit filmpje kijkt. Jij weet wat voor type ik was. Maar voor de rest van jullie, wat voor type denken jullie dat ik was op de middelbare school? Oké, ik zal het jullie vertellen. Ik was het maffe type. Ik was het type dat enigszins wel gothic wilde zijn, maar niet zich vast wilde pinnen op één enkele soort uiterlijk. Weet je wel, ik wilde niet alleen maar zwart dragen bijvoorbeeld. En ik wilde niet alleen maar naar gothic muziek luisteren. Ik was meer van jaren 80 muziek eigenlijk. Dus ik was niet echt bijvoorbeeld bij één stereotype aangesloten. Of één subculture, moet ik eigenlijk zeggen. Dit zou makkelijker gaan als ik er niet bij zou praten, of niet? Nou ja, in ieder geval. Hoe ga ik dit uitblenden? Ik moet serieus een blendkwastje hebben van een halve millimeter of zo. Nee, die is te puntig. Ik ga heel voorzichtig proberen te blenden met dit kwastje, want het is... Wacht. Ik heb één andere kwast, die stond verscholen achter een andere kwast. Shit, daar ging mijn rietje. Hoe dan ook, dat... 3 seconden regel. Punt is, juist, dit is serieus de meest professionele tutorial ooit. Zijn jullie wat anders gewend? Deze heeft een punt en is net in de paarse oogschaduw gevallen. Het is een voorteken, ik moet deze gewoon gebruiken. Hiermee ga ik in ieder geval de tanden wat naar binnen toe blenden. Daar ga ik donkerpaarse oogschaduw voor gebruiken. En dan echt naar het puntje en dan zo naar beneden. Maar goed, waar ik het dus over had. Ik had dus nogal sterk de neiging om wel maffe kleding te dragen. Maar ik wilde me niet vastpinnen op één enkele soort stijl. Eigenlijk op het mbo pas werd het echt meer alternatieve gothic stijl. Toen ging ik ook om met een hele groep mensen die echt ook echt allemaal into die stijl was en zo. Was ook wel heel leuk. En ik denk wat dat betreft mijn stijl is momenteel eigenlijk, nu ik volwassen ben of wat ervoor door moet gaan. Is mijn stijl geloof ik wel meer, een soort van, ik kan alle kanten op. Soms doe ik een beetje pin-up-achtige dingen. Meestal overigens is het een beetje rock-chick, gothic-achtig combinatie. Ik weet niet, ik geloof dat de meeste mensen niet echt puur voor één enkele stijl gaan. Tenzij ik naar de bioscoop ga of zo, dan is meestal mijn outfit ongeveer één stap boven pyjama. Ik ben graag comfortabel in de bioscoop. Ik hou ook altijd lekker helemaal naar achter op de stoel, zo wat liggend naar de bioscoopfilm kijken. Heerlijk. Dan is mijn outfit net één stap boven pyjama. Maar als ik daadwerkelijk er leuk uit wil zien, dan ga ik meestal voor rock chick gothic achtig combinatie. Dus wat dat betreft vind ik dat mijn interpretatie van mijn ziel wel erbij past. Ieder zal wie tenslotte. Hey, nou we dat ook hebben, is het tijd voor de neus. Die is altijd leuk om te doen, want die hoeft niet symmetrisch te zijn. Beetje off-center beginnen met een kriebelig lijntje naar beneden. Ik wil hem wat hoger hebben. En dan zo een soort driehoekje. En die vul ik dan eventjes voornamelijk in met dit kleine kwastje. Gewoon omdat dit wel een heel klein gebied is, anders om die andere kwast bij te gebruiken. Alleen op het grootste punt, echt op de punt van mijn neus, zorg ik dat ik eventjes wat gebied overlaat, zodat ik daar nog wat paars kan blenden, zodat je wel, weet je wel, het thema volgt. Ik heb gisteren een neusstrip gedaan.
Gisteren of was het eergisteren? Deze week in ieder geval. En nu zit ik serieus mijn neussporen hier weer vol te stoppen. Met oogschaduw? Ach ja, geef me goed excuus om nog een keer een spa-dagje voor mijn huid in te lassen. At home spa. Meer of een martelmethode, zoals voor mijn neus eigenlijk, gezien ik dan een beetje wel een neusstrip doe en alles en er alles wel uittrek. Ik kan het ook nooit laten, volgens mij doet iedereen dat, om vervolgens ook echt te kijken op die neusstrip van, wat is er allemaal uitgekomen? En dan heb je echt zoiets van, wauw, zat dat allemaal in mijn huid? Eeuw. Weet je, het is altijd zoiets van eeuw, maar toch, het is dan weer onmogelijk om niet te kijken of zo. Alsof het niet echt, weet je wel, opgeschoond is, tenzij je daadwerkelijk naar het fysieke bewijs op het ding kijkt, nadat je het eraf hebt getrokken. Oké, op dit punt, vieze verhalen terzijde, heb ik het idee dat ik toch nog wat meer schaduw erin wil. Dus ik ga met een lavendelkleur contouren. Aangezien dit toch meer een interpretatie is van je ziel die door je gezicht heen schijnt, in plaats van puur een interpretatie van een schedel, wil ik toch wel dat mijn daadwerkelijke, weet je wel, vlezige gezicht ook daadwerkelijk wat heeft. Ik weet niet waarom ik dat zo ontzettend goor liet klinken eigenlijk. Anyway, dus ik doe eventjes dat contour waar ik normaal gesproken ook contour zou doen. Alleen het verschil is dat ik het nu in een lavendelkleurtje doe. Wel deels met een iets grotere kwast als deze, want anders ben ik over 85, 163 jaar nog bezig. Jou wil ik. Ik moet toch mijn kwasten vandaag wassen, dus whatever. Ik blend het zelfs hier een beetje omhoog. Gewoon omdat ik dat met een normale contour ook zou doen. En dit hoeft niet heel erg op te vallen als je maar net, ja, net als met een gewone contour in feite, je wil geen bruine streep, je wil gewoon het effect. Dat ga ik op deze manier ook doen. Ook bij mijn voorhoofd en bij mijn kaaklijn. En dan zijn we ook weer klaar. Dan ga ik daarna eigenlijk alleen nog maar eventjes een zwarte lipstick doen. Dat ga ik op 3 mm van mijn spiegel afdoen, want zwarte lipstick is eng om aan te brengen. Eventueel kan je nog mascara aanbrengen. Mijn wimpers zijn al zwart, want ik heb ze geverfd. En dan ga ik een pruik aanbrengen en dan kom ik bij jullie terug om het eindresultaat te laten zien. En hier hebben we dan het uiteindelijke resultaat. Ik heb ook nog eventjes wat roze glitter oogschaduw gebruikt als highlighter op mijn jukbeenderen en op mijn bovenlip. Om het vervolgens wat te bedekken met een zwarte lipstick. Maar vervolgens heb ik ook nog diezelfde glitter oogschaduw over de lipstick heen gedaan. Dus op die manier heb je ineens een zwarte lipstick met glitter. Het werkt. Het is een matte liquid lipstick. Dus als die nog een beetje vochtig is en je doet de glitter erop, blijft het nog goed zitten ook. Even een tip tussendoor. De pruik komt gewoon van eBay, die was super cheap. Als je zoekt cosplay wig en dan weet je wel free shipping, dan kom je wel uit bij de Made in China, hele goedkope dingen. Vraag me niet hoe ik hem gesteld heb. Ik heb hem namelijk niet gesteld, op de een of andere manier heb ik hem zo in zijn zak teruggedaan naar het vorige gebruik, dat hij nu ineens die hele mooie swoop aan de zijkant heeft. Het is magie, pruikmagie, het zal wel. In ieder geval, dit is dus het uiteindelijke resultaat. Ik ben er blij mee. Ik voel me compleet mezelf nu. En ik zou willen dat ik er mee weg kon komen om zo naar mijn werk te gaan. Maar ik vrees dat mijn chef dat niet leuk gaat vinden. Helaas. In ieder geval hoop ik dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je dit filmpje leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Zou me heel erg helpen. En als je meer filmpjes wil zien, zowel Halloween als ook beauty looks, dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie weer een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!